Ja, als inspanningsfysioloog is mijn motto gezonde mensen beter maken. Dus niet waar zieke mensen gaan naar een dokter toe, die maakt ze beter tot ze in ieder geval weer gezond zijn. Maar dan is nog een heel stap te gaan van, ja, van de bank komen en gaan lopen tot de Olympische Spelen bij wijze van spreken. Nou, die hele groep mensen vind ik interessant om te leren hoe ze beter kunnen presteren. Ja, wat we graag willen weten is hoe mensen die eigenlijk niet zo heel erg veel tijd hebben om te trainen, maar wel fanatiek zijn, hoe die het beste kunnen trainen. We laten namelijk één groep volgens de high intensity intermittent strategie, interval trainen op hoge intensiteit. En we laten een andere groep trainen volgens de zogenaamde gepolariseerde strategie. Zoveel mogelijk trainingen in hun korte beschikbare tijd trainen op lage intensiteit en wat langer. En een klein beetje trainen op hoge intensiteit. En de vraag die wij hebben is of voor deze groep nog steeds slim is om gepolariseerd te trainen. Wij kwamen zelf uit de roeisport en we merkten dat de kennis die we in de roeisport hebben om trainingen en testen te doen op een vrij hoog niveau was. En dat hebben we eigenlijk vertaald naar het fietsen. Dus groepstrainingen op wattbikes, waarbij we ook testen doen om in zones te trainen. En zodoende is dat tot stand gekomen. Vanuit de wetenschap gerelateerd is dit een groep, hè? Die Weekend Warriors is eigenlijk een groep waar we nog niet zo heel erg veel over weten. We doen veel onderzoek naar topsport aan de ene kant van het spectrum. En we doen veel onderzoek naar de couch potato, de bankzitter, de andere kant van het spectrum. Hè? Maar de groep daartussen, wat eigenlijk best wel een grote groep is, daar doen we eigenlijk niet zo heel veel mee. Dus vandaar de wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Wij hopen wat zij een beetje te kunnen helpen met het voorschrijven van trainingen die zo effectief mogelijk eigenlijk zorgen voor het gebruik van de spaarzame tijd van deze doelgroep.